Hallo en welkom, mijn naam is Michiel Erasmus. Ik ga jullie vandaag introduceren aan EasyLab for Kids aan een star-diagram. Met star wordt bedoeld een sterkje. En mijn situatie was dat ik kinderen wou laten experimenteren met sensoren en robotten. En hier heb je kinderen in de bibliotheek Den Haag. En die star is eigenlijk 5 punten. En die situatie wat ik had, was dat ik wil kinderen laten experimenteren met robotten. En daar heb je dan taken voor. Want ik was Scrum Master. Scrumboard beheren. Ik had geprogrammeerd, visueel programmering omgeving ontwikkeld, schema's ontwikkeld voor fysieke hardware ontwikkelen per CNC machine, prototypes assembleren en bouwen en een deel ook uit China laten komen, videoclips maken. En dan was er natuurlijk nog activiteiten, dingen die je moet gaan doen. Dus ik ben Scrum Master. En dat was het resultaat geweest. Fysiek resultaat in EasyLab. Het was een prototype 6. En hier zijn nog wat videoclips die ik heb gemaakt op mijn YouTube kanaal. Ik presenteer workshops voor kinderen in Den Haag. En het was een lekker eindresultaat. Leuk dat je had gekeken naar mijn videoclip. Als je meer wil weten over mij, klik hier. En dan zien wij elkaar op een andere keer. Doei! Somewhere in our